Die toerist is vanavond de auteur Brian Thompson, die in de serie De Grote Treinreis per spoor door India reist. Je er ook in gedachten op voorbereid. India geeft je een geweldige schok. Zodra de zon opgaat, wordt het warm en vochtig in Bombay. En zijn 6 miljoen inwoners, afkomstig uit heel India, staan haastig op. Hun eerste rituele plicht is een bad. Ik deed dat ook, maar dan in het zwembad van mijn luxe hotel. In deze veilige omgeving bereid ik me geestelijk voor op mijn reis. Alles wat ik tot dat ogenblik van India wist, had ik opgepikt uit boeken, voornamelijk uit romans. Zo'n geriefelijk hotel, waar je je net zo thuis voelt als in je eigen land, dat hoort wel bij het moderne toerisme in India. Maar het is niet het belangrijkste dat de Engelsen hebben achtergelaten. Nee, heel dicht bij deze plek is de eerste nagel in de grond gedreven van wat het grootste spoorwegnet van heel Azië zou worden. Dat was het begin van de grote veranderingen in Bombay en in heel India. En die hebben de stad eerlijk gezegd een beetje beangstigend gemaakt. Het Victoria Station in Bombay, het eerste echte grote station in India, is een volmaakt symbool van trots en zelfvertrouwen. Het Indiase spoorwegbedrijf is zo enorm groot en heeft zoveel werknemers, ongeveer 5 miljoen, dat je dit station onwillekeurig gaat beschouwen als een kolossale kathedraal, waar je best een paar dagen zou kunnen rondhangen. Het is er lawaaiig, maar in tegenstelling tot buiten op straat, heerst hier toch een zekere orde. De priesters van het spoorwegwezen zijn mannen als de heer Anantramia, die de reserveringen voor buitenlandse bezoekers regelt. Mr. Please sit down. Thank you. I have an Indian rail pass. Yes. And I want to make a journey by rail. Yes. And I have the idea of going south. Yes. Do you have a railway map or anything like that? Sure, we have one railway map of India. Good. You can have a look at it. Oh, yes. You're welcome to have a look at it. I see. Yeah. Can you tell me where we are? This is Bombay here. This is Bombay here. What are the principal routes? Bombay, Madras. Yes. Direct? I went straight to Madras. I'd go coast to coast. I don't want to do that. I see. In that case, Bombay to Guntakal.
Gunter, where? Sorry. Here, it's here. Guntakal. Guntakal. Uh-huh. This is one road. From there you can branch off to Bangalore. What's the country like around there? In het begin lijkt het allemaal heel simpel, zo'n spelletje met namen en afstanden. En als die eenmaal goed op gang is, is er geen houden meer aan. Ik ontdek een plekje op de kaart waar iets niet schijnt te kloppen. But between here and Uttakamund, there's a gap. What happens there? Uttakamund, well, you are having the facility of the transport by bus right from Mysore to Uti direct. Yes. The distance is about 96 miles. And there's no other way? Absolutely, there's no other way by which you can travel by train. I see. Buitenlandse bezoekers worden extra goed behandeld als ze willen reserveren. En dat is maar goed ook, want hoewel de treinen op tijd rijden, is het reserveren van plaatsen een langdurige en gecompliceerde zaak. De bureaucratie bij de Indiase spoorwegen is enorm en 19e eeuws. De reizigers moeten veel geduld hebben, maar de functionarissen hebben ook veel geduld. Anders zou niemand ooit ergens komen in India. Bovendien is alles in het land, dus ook de spoorwegen, gigantisch. Ik vraag het systeem om te midden van de stroominformatie één klein detail te produceren. Een zitplaats in de trein naar Pune. Dat wordt het eerste stukje van een reis waarvan de heer Anantramiyama verzekert dat hij onvergetelijk zal zijn. Het werkt, zoals de heer Anantramiyama al verzekerd had. Per spoorreizen is erg goedkoop in India. Voor Europeanen zelfs verbazingwekkend goedkoop. Met een India Rail Pass kun je voor een bedrag van 30 Engelse ponden, zo'n 140 gulden, onbeperkt reizen door het hele land. Daar ging ik dus. Een beetje wazig voor wat betreft mijn plannen. En met een wat raar gevoel in mijn maag, maar met heel zuidelijk India voor me. Afscheid van Bombay. Papi! Morning. Do you speak English? Yes, sir. How far are you going? I'm going to Pune. Pune. Are you going there on business? Oh, I live there. You've lived there, I see. We seem to be climbing. The train's climbing all the time. Is that? Well, actually, we are leaving the coastal region now. Oh, I see. What's this mountain called back here then? Well, actually, it's all the Deccan Plateau. It's just a tableland. Deccan Plateau? Runs right the way across, does it? It is like a barrier all along the coast of the western India. And the whole Deccan is a plateau, about 2,000 feet high. Actually, the seasons are funny here. We have a rainfall for 3 months. Yes. And all the year round, there is no rain. So this is just prior to rainy season. Yeah. That's why you see all the dry earth and not greenery much. Seems very hot outside. It's more right in here with the fans and so on. Yes, it should be about 104 or 100, somewhere in that region. 104? Als je voor het eerst in India bent, dan kun je maar moeilijk wennen aan die enorme afstanden door een eentonig landschap. Het zuiden van India wordt beheerst door het Deccan Plateau, een uitgestrekt bergplateau van basaltsteen, gehuld in een van hitte trillende heiligheid. Urenlang is er niets anders. Eén kilometer is hier net zo lang en saai als 100 kilometer thuis. Werkende Indiërs hebben in mijn ogen een zekere gratie, omdat ze geen enkele overbodige beweging maken. Dit gebied kent eigenlijk al eeuwenlang alleen maar moeilijke tijden. De zon brandt onbarmhartig. Je neus, je mond, je longen, alles droogt uit. De spoorwegarbeiders hebben even rust, want er komt een belangrijk personage langs. De baaninspecteur in al zijn glorie. Hij is veel te veel overtuigd van zijn superioriteit om terug te groeten.
De naam Poona klinkt me bekend in de oren en maakt me een beetje nieuwsgierig. Het is er inderdaad 40 graden, de droge hitte van het vlakke binnenland. Poona is sinds de tijden van de krijgslustige Maratten een Engelse legerplaats geweest. En die sfeer hangt er nog steeds. Het station is groot en goed onderhouden en lijkt een beetje op een kazerne. Alleen is het voor een kazerne veel te stil in de kantine. Do you serve tea? Yes. Can I have some tea, please? In vroeger tijden was Poona de woonplaats van de Maratten, de gevreesde bereden krijgers van de Deccan. De Maratten hebben de laatste Mogols verdreven en wilden ook de Engelsen eruit gooien. Dat is niet gelukt en sinds die tijd zijn er in Poona vele generaties Engelse militairen gestationeerd geweest. In elk spoorwegstation in India zegt een klein detail op het perron ons iets over het belang van de spoorwegen voor het land. Een brievenrek. Dat vind je zelfs op het allerkleinste stationnetje. En het is altijd volgepropt met brieven aan goede vrienden. Verloren zoons, een vader op zoek naar werk, een pelgrim. Poona is inmiddels befaamd geworden als de plek waar de Bhagwan een paar jaar lang grote aantallen Amerikanen en Europeanen heen lokte en in het oranje hulde. Er zijn maar heel weinig Indiërs op zoek naar wat een satirische Indiase schrijver het cola karma heeft genoemd. Alleen Amerikanen en West-Europeanen zijn zo wel doorvoed dat alles waar ze nog naar hongeren de diepere zin van het leven is. Tegen het vallen van de avond komt een ander stel in het oranje gehulde mensen bijeen. De kruiers, wachtend op de Dadar-express. De enorme en voornamelijk arme bevolking van dit land heeft één ding dat je niet kunt kopen en ook niet van regeringswegen cadeau krijgt. Geduld. Geduld is meer dan alleen maar berusting. Geduld geeft de mensen een zekere waardigheid. De heer Anantramia had me in Bombay beloofd dat ik op deze etappe een coupé voor mezelf alleen zou krijgen. Maar toen gebeurde er dit. Is this compartment B? I thought it would be empty. How far are you going? Are you all together? Yeah. Vier zakenlieden die terugkeerden van een beurs van fotocopieermachines en minstens 1500 kilometer moesten reizen voor ze weer thuis waren. Ik moest de coupé dus met ze delen. Zodra we het daarover eens waren, kwam er een man bij die een gesprek begon over de voordelen van vegetarisch eten. Plotseling begon het met de dagen. Excuse me. Yes. Is this the order for dinner? Yes, sir. Can I have an omelet? Omelet. Omelet? Yes. That will be fine. Omelet. How does this work? I mean, is this gentleman cooking? Natuurlijk was hij geen kok. Hij schreef de bestellingen op om ze telegrafisch door te geven naar het eerstvolgende grote station, Daoud. Hij is 10 keer zo belangrijk als de kok. Daoud ligt ongeveer 1 uur sporen van Poona. Daar worden de maaltijden voor treinreizigers bereid door een zeer efficiënt cateringbedrijf. Het eten wordt in een ommezien bereid, opgediend, opgegeten en afgeruimd. Ze zijn in Daoud dol op efficiency. I'm sorry to interrupt you once more, but there are only 4 bunks and there's 5 of us. It's a good one. There's no problem. It's a real problem. It is a problem, yes. Come on, come on.
Is this the food? Yeah, it is. Okay. Your glass of an omelette. An omelette, please, yeah, yes. It would be the omelette. I see. It's not an omelette. It's not an omelette. No, it's the vegetarian. No, it isn't. That must be mine. It's yours. So that's vegetarian. It should be. Vegetarian. That one's vegetarian. Yeah. Oh, the last one is an omelette. No, no omelette. No. No omelette. Something's gone wrong with the omelette. There's no bedding. There's no omelette. There's five of us in the carriage. Damn good at it. Okay. Why don't we share something? Okay, thanks. That's lovely. Let's have a look. Can I have a look? What is that? What do you call that? It's supposed to be the rice. Yes. This we call it as booty. And this is the curries. Can I try a piece of that? Please. There's a fried substance. Please try. How do you like it? Well, it's a bit like cardboard. It's all right. Het was wel een verraderlijk zuurtkarton en de curry was ook afgrijzelijk heet. Die avond ging ik naar bed met een branderig gevoel in mond en keel. Het was nog 10 uur sporen naar Gundakal. Can I turn the light off now? Okay, you turn it off. Toen mijn vrienden in de coupé hoorden dat ik eruit ging in Gundakal, waren ze nogal geamuseerd. Er is niets in Gundakal, zeiden ze. Daarmee bedoelden ze, er zijn geen hotels op Europees niveau. Die zijn er inderdaad niet. Maar ik vond er iets anders. Mijn eerste contact met het echte India, het dorpsleven. Voor de eerste keer sinds ik aan deze reis was begonnen, voelde ik iets werkelijkheid worden van het sprookje waarin reizigers blijven geloven. Ik zou een roman kunnen schrijven over Gundakal, dat spoorwegknooppunt daar midden in India. In de wachtkamer van de eerste klas kon ik douchen en me scheren. Ik stond nog half te slapen. Het douchewater was koud en toen ik om warm scheerwater vroeg, kreeg ik van de geschrokken bediende een zinken emmer boordevol heet water. Slaperig als ik was, had ik nauwelijks aandacht voor de geluiden buiten. Maar als ik even had geluisterd, dan had ik geweten waar dat warme water vandaan kwam. Hier in het zuiden worden nog stoomlocomotieven gebruikt. Reservation clerk. You know, I've got an India Rail pass here, and I want to go to Bangalore. Do you have a reservation for me? Yes, it is. What's her name? Thompson. Oh, there I am. There I am. Can you tell me which coach it is on this? It is in 1625C. What's that? Is that? 1625. 1625, bogey number. Bogey number 1625. Okay.
Na Gundakal ging het verder pal zuidwaarts. Zo nu en dan zag ik vanuit mijn raampje een klein stukje groen dat weer snel tussen het stof verdween. 7,5 uur lang waren wij, de trein en zijn passagiers, in elke kleine stationsoase de gebeurtenis van de dag. Mijn gesprekje met hoofdconducteur Abdullah was bedoeld om de tijd te doden. Het werd een heel aangename en leerzame ontmoeting. And I should know all the jobs. All the jobs? All the jobs I should know. How long have you been working? I have been working for 35 years, sir. 35 years? Yes, yes, yes. I see. I was appointed in 1945. And have you worked your way up through all the jobs? Yes. I have been working as an underguard, then as a secret guard, then B, A, and I'm in highest grade now, A special, sir. So my pay is maximum I reached. You're on the maximum, are you? Yes, I'm in maximum. Good. And when do you retire? Oh, I retire 1983. Will you, June 30th. Will you be sorry to leave? Yes, it's natural, sir. It's natural. Do you think the monsoon will come early this year, or? So at present, you see, it is too hot. Too hot. Yes. And when the monsoon comes, it's all green all over, yes, here. Yes. It's beautiful. Yes. Beautiful. And then you like to take this, yes, run up here. Especially Bangalore. Bangalore is for a monsoon, very fine climate. Is it? It is called second London regarding the climate in all respects. The second London? Second London in India, sir. I'm proud to say. Bangalore is called second London. Oh, I shall look forward to that. Yes, yes. You have been hearing, I have been telling, and I'm emphasizing also. I shall, when I get there, I shall look, certainly, yes, look, yes, for, yes, it. Yes, definitely, sir. Okay. Die avond tekende ik op de kaart aan tot hoever ik gekomen was. Een beetje triest eigenlijk, zoals dat hoort bij dit soort reizen. Zoveel kilometers afgelegd, zoveel dingen gemist. Zoveel vluchtige contacten gelegd met mensen die meteen weer uit je leven verdwijnen. Als dromen. De volgende dag besloot ik tweede klas te reizen om wat meer contact te maken. How old is your son? How old is he? He's the elder. The elder. The elder. Yes. He's the first. Yes. Second. Third one there. He's a baby. A, yes, baby. What do you do? I'm the actor. Actor? Yes. What drama actor. Drama actor? Yes. Professional. And do you do classical acting or? Classical and mythological, social. Social, yes. Yeah, very well. You've been a professional actor for how long? Oh, 17 years old. 17 years? Yes. When I was a child. When I was 5-6 years old, I do the drama. Do you like an actor's life? Is it a good life? I am good life. I have satisfaction in the art. Hij ging naar een bruiloft. Zijn medepassagiers waren ook allemaal op weg naar familieleden die misschien wel in een rustig dorpje woonden en die ze met veel warmte zouden ontvangen om dan prettig bij te praten. Of samen iets belangrijks te vieren. Of misschien zouden ze een wandelingetje maken naar hun vroegere akker en een gesprek voeren over gewassen en de pacht en de komende oogst. Of feest vieren en dansen, zoals de toneelspelen.
ice cream. Ah, zapte. Hello, take it, zapte or ice cream. The name of this place is called Sri Rangapatna or City of Lord Ranganatha, which is a melancholy of the bygone glory of Hyder Ali or tragedy of Tipu Sultan, who fought and died against the Britisher in the year 1799, 4th May at 1 p.m. This fort was built in 15... Vele duizenden reizigers in India zijn pelgrims. De trein naar Mysore komt langs een eiland in de heilige rivier de Cauvery, dat een belangrijke rol heeft gespeeld in de geschiedenis van het Engelse imperialisme. Veel Europeanen gaan alleen om de tempels naar Indië. Die tempels zijn alles wat er over is van een machtig koninkrijk. Tipu Sahib, de grote Mohammedaanse heerser, is hier gesneuveld in de strijd tegen de Engelsen. Tussen de puinhopen van het verwoeste fort werd een 5-jarig jongetje aangetroffen, dat werd uitgeroepen tot Raja van Mysore. Mysore is ooit een grote rijke staat geweest. Maar zoals overal in India is de geschiedenis teruggedrongen naar het rijk der verbeelding. En is alleen de vergane glorie nog over. Ik moest met de bus van Mysore naar Uttarakhand, zoals de heer Anantramia me al in Bombay had verteld. Uttarakhand is heel anders dan Mysore. Het ligt 2500 meter boven het verzengde gras in de vlakte. De Engelsen hebben hier voor zichzelf een lustoord geschapen in het oerwoud. Alles, de planten, de bomen, de mensen en de ideeën. Het werd allemaal uit Engeland geïmporteerd en hier de bergen opgedragen. Je hebt het gevoel dat je ergens in Engeland bent, in Sussex of in Hampshire. When the Kerrang magazine I return to when time is locked up, here's some advice to Charlotte in the Home magazine. In de gloriedagen van het Engels imperium was de indrukwekkende Ooty Club het centrum van het sociale leven van de betere kringen hier. Kolonel Willis is de laatste permanente gast. Legerofficieren hebben hier ooit de spelregels van het Engelse snooker vastgelegd, en dat wordt door de kolonel en mij nu op gepaste wijze herdacht. Yes. I think you might have needed to be Joe Davis to do that. Left to you. How long were you on the 5-div staff then? 2.5 years. Yes. And then I went to 4th Corps. As DDS&T 4th Corps. Did you miss regimental soldiering? I think one misses the men, you know. Yes. Nothing like the command of a regiment. Oh, bang. Oh! That's right. Well, I'm sorry about that. No, that's all right. Right? I'm afraid you're up against the cushion there. And has it been pleasant, the time here? Oh, very. Oh, yes. One... We've got lots of servants, you know. That's rather unfortunate. That's very still unfortunate. I'll give you 4 of them. Now, what's next? Brown. Brown, yes. Now, that's this, I think this is a rather difficult one.
What do you feel about India after all these years, then? Well, mixed. Good shot. Mixed feelings. Yes. A lot of good, and I'm afraid a lot, I think, has changed. Yes. I wouldn't say for the better. Yes. Which is unfortunate. Er is hier nog één grote attractie voor mensen die het verleden romantiseren. En dat is de Nilgiri Express. Treinfanaten uit de hele wereld komen speciaal hierheen om hem van dichtbij te zien. Elke schroef en elke moer van deze locomotief is wel eens bezongen. Het heeft 17 jaar geduurd voor de spoorlijn in gebruik kon worden genomen. En de eerste maatschappij die hem exploiteerde ging failliet. Eerst lijkt die beroemde express een beetje op een speelgoedtreintje. In Kunur komt er een heel tandratmechanisme in werking en worden de luchtdrukremmen ingeschakeld. Want vandaar duikt de trein via een helling van 8% het dal in. Come on, hold on, up there, baby boy. Aan de voet van de bergen ligt het stadje Metapalayam. Deze bergrug is in meer dan één opzicht een belangrijke mijlpaal op mijn reis geweest. Van hieruit kon ik alleen nog maar naar het zuiden. En het was ook gedaan met de herinneringen aan een roemrijk koloniaal verleden. Het zuiden van India heeft zo zijn eigen karakter. In afwachting van de avondtrein wandelde ik door de straten van Metapalayam. In mijn gedachten begon mijn reis wat meer vorm te krijgen. Ik dacht na over een mogelijke eindbestemming. Mohabbati sada pa
jaren met de Palayam is er iets gebeurd. Iets heel subtiels binnen in mijn hoofd. Het was net alsof er een deur voor me openging naar een zaal vol schilderijen. En ik zag ineens hoe India me zou bijblijven, mijn leven lang. Op elke reis komt er wel een ogenblik waarop je je bewust wordt van wat die reis voor je betekent. Dat overkwam mij heel prozaïs op het terras van een café. Ik ging plotseling iets begrijpen van dit verbazingwekkende land. Maar ik kon mijn gevoelens nog niet onder woorden brengen. Kafka heeft ergens geschreven dat we uit het paradijs verdreven zijn omdat we ongeduldig waren. En dat we vanwege datzelfde ongeduld er ook nooit terugkomen. Ik besloot in een opwelling om naar Cochin te gaan. Die 8 uur in de trein waren het sluitstuk van 7 dagen sporen door 4 staten en even zoveel taalgebieden. Cochin is een havenstad en de hoofdstad van Kerala, de eerste communistische staat in India. Voor een Europeaan is India een land vol tegenstellingen, die des te schrijnender zijn omdat de eigen bevolking daar helemaal niets van schijnt te merken. Cochin bleek precies de plek te zijn die me het gevoel kon geven dat ik ergens was aangekomen, dat ik iets had afgemaakt, dat ik ergens een punt achter had gezet. Als er één land is waar de indrukken die je ervan hebt bepaald worden door de gewone mensen, dan is dat India wel. Uiteindelijk kwam ik terecht in een dorpje bij Cochin, dat Kimbalenge heet.
Daar moet u zeker ook eens een keertje naartoe. Het Nederlands commentaar bij deze film was van Guus van der Steen. De volgende aflevering van De Grote Treinreis wordt uitgezonden op zondag 10 januari aanstaande.